Voor alles. Is gewoon altijd rot. Wat is dat? We lijken op elkaar, toch? Happy New Year, jongens! Gelukkig nieuwjaar. Voor jullie is het al 2022. Voor mij nog niet. Dit is de week van kerst voor mij. Maar jullie zitten gewoon al in 2022. Ik hoop dat het een beter jaar wordt. Maar leuk dat je kijkt naar deze vlog. In deze vlog ga je vooral kerstige dingen nog zien. Omdat we, nou, voor ons is komend weekend kerst. Heel erg leuk. Dus dat ga ik wel hier en daar wat filmen. Niet alles, maar... wordt wel gezellig. Voor jullie is dat 2022 dus de tijd van doelen en nieuwe plannen maken. Ga ik ook zeker doen. Maar dat ga je in de volgende vlog zien. En dat is niet volgende week, maar de week daarna. Ik neem heel even een weekje pauze. Even rust. En dan ga ik weer vol goede moed beginnen met een nieuwe vlog. Dus gaan dan ook weer eventjes in een ander jasje qua vormgeving. Wil ik proberen. Dus... dat wordt heel erg leuk. En dan zal ik ook met jullie mijn nieuwe doelen en dromen voor 2022 bespreken. Ik heb een leuk Zalando pakketje. Want ik heb me aan het begin van dit seizoen voorgenomen. Ik ga minder zwart kopen. Ik ging al mijn winterkledingen weer tevoorschijn halen. En toen dacht ik, ik heb heel veel zwart en donker. Waar ik van hou. En het staat me ook leuk. Maar ik dacht, ik miste gewoon die vrolijke... blousejes en die vrolijke kleurtjes van ja, mijn zomerkleding. Dus ik heb tweedehands heb ik toen wat dingetjes gekocht met de kleur. Heb ik toen in de video laten zien. Maar nu bij Zalando ook. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Het is een heel outfitje. Als eerst het ding van kleur. Een lila vestje. Het is een lang vest, dus ik moet heel even kijken hoe dat staat. Soms vind ik dat een beetje tuttig staan bij mij. Maar die ga ik zo even passen. Maar ik vond die kleur heel erg leuk. Die kleur staat mij ook heel erg leuk. Dus... love dit. Met knoopjes. Ik denk niet dat ik hem dicht ga dragen, maar wel leuk. Dan, item waar ik heel blij mee ben, is een geprint, een t-shirt met print. Daar ben ik dus naar op zoek, maar niet met cheesy teksten erop. En deze vond ik heel erg leuk. Met een croissant. Ik ben dol op croissant. Staat op Haute Cuisine Parisien. À la Parisienne. Nou, ik vond deze gewoon heel erg leuk. Leuke kleurtjes met roze en blauw en rood. Dus dat kan je ook leuk combineren, dacht ik. Like it. En ik heb echt nieuwe broeken nodig. Het is vreselijk. Heb ik een flared broek gekocht. Ik ben heel erg lang. 1,86. Dus broeken kopen is gewoon best wel lastig. Qua lengte, maar ook qua breedte, qua hoogte, qua alles. Het is gewoon altijd rot. Dus ik heb goede hoop dat deze goed gaat zijn. Ik ga even douchen en dan ga ik dit aantrekken. Ik weet niet of ik het aanhoud. Ik weet dus niet of ik het allemaal hou. Maar ik ga het in ieder geval even passen. En ik ben benieuwd of jij veel kleur draagt in het najaar en in het voorjaar. Ja, ik dus in het voorjaar wel. Het najaar wat minder, maar... daar is al wel verandering in gekomen. Misschien een leuk doel voor jou voor 2022, dacht ik. Nou, ik ga douchen en even aankleden. Daar is mijn kleurrijke outfit. Maar ik ben matig enthousiast. Het vest is te kort, dus ik kan hem wel zo doen. Maar ik weet niet helemaal. De lengte ook weet ik niet helemaal. De broek is iets te groot. Waardoor die... dan krijg ik bij mijn buik, die is sowieso wat boller, dan accentueert dat een beetje. Ik ga even kijken of ik een kleinere maat kan bestellen. Verder is die wel gewoon mooi. En het shirt vind ik echt heel leuk. Dus het shirt hou ik lekker vandaag aan. En de rest gaat dus terug. Ik wil fankalender open. Ik wil fankalender open. Maar dit is, Emma, de laatste keer. Dan is die helemaal leeg. Oh jee, ah! Wat is dat? Een trein. En wat is dat? Ook een trein, een wagonnetje. En wat is dat? Zit er nog wat in je vakje? Oké. Emmy, zit er nog wat in? Oh. En nou Emma, kijk, is die helemaal leeg. Goedemorgen, het is eerste kerstdag. En gisteren hadden wij geen vakje opgemaakt, dus hebben we nu het laatste vakje op kerst. Dat is leuk hè Emma? Het is helemaal leeg. En nu is die helemaal leeg. Goed zo. Dus morgen kunnen we niet meer adventkalender doen hè? Zo dadelijk gaan we naar mijn ouders. Is het geen truude? Zo dadelijk gaan we naar mijn ouders, gaan we ontbijten daar in pyjama's. Dat vind ik heel erg leuk. Dus gewoon lekker zo. Ja, dat is wel heel erg gezellig. Ik zou even kijken of ik wat kan filmen. En ik ga ook even mijn adventkalenders openmaken. De thee-adventkalender. Nummer 24 is Nighty Night. Lekker. Meteen opgeruimd, dat vind ik ook wel weer lekker. Van deze, van de lint heb ik er volgens mij nog 2. Oh, hè? 20? Wil je mij koelen nou, mama? Wil je mij koelen? Pak hem zo. Waar is 24, Emmy? Of 23? Oh, hier. 24. Nog 2 ballen heb ik. Lekker. Oh, zo. En 1 Tony is van mij. Denk ik. De 23. Oh, die is al wel open. Of is dan de 24 van mij? Oh nee, de laatste is voor Daniël. 10. 10 is nog niet open. Hè? Is 10 nog niet open? Neem ik 10? Nee, ik denk dat 24... Oké, ik ga hem gewoon openen. 24. Hij is eigenlijk voor Daniël. Hier is die. Maar ik denk dat het een grote is. En ik zal het chocolaatje met hem delen hoor. Of de 2. Wat zal erin zitten? 2 karamel zeezout. Leuk. Deze was ook echt leuk. Ik vond deze er ook eigenlijk het leukste uitzien met al die kleurtjes. Dat past natuurlijk bij onze kerstboom. Echt leuk. Deze is ook echt 100% een aanrader als je een kleintje hebt. Echt heel erg leuk. Ik ga het lekker opruimen en dan gaan we naar mijn ouders. Goedemorgen, het is zondag, tweede kerstdag. Gisteren hebben we een hele fijne dag gehad. Niet heel veel gefilmd, want ja, ik vind het soms ook gewoon lekker om te genieten van familie in dit geval. In de ochtend waren we dus in onze pyjama ontbijt bij mijn ouders. En in de middag kwam Daniël's zus met haar man. En dan zijn we heel eventjes, half uurtje, in de tuin bij zijn ouders geweest waar zijn andere zussen waren. Dus dat was echt heel erg leuk. En zeker om het coronatechnisch zo te doen was ook wel verstandig. Dus dat was heel erg leuk. En toen zijn we weer hier naartoe gegaan om te eten. Was ook heel erg lekker. En vandaag hebben we lekker met z'n drietjes. Emma en ik zijn lekker aan het kleien. En ik wil zo heel even de kast opruimen. Echt zo'n puinhoop. Zo hier. En er ligt ook nog een berg was. Dus het is ook een beetje functioneel. Daniël gaat zo naar de kerk voor de kerkstream, zeg maar, de livestream. En dan gaan we, als hij terugkomt, lekker kerstlunchen. We hebben allemaal restjes, dus dat wordt vast lekker. Zoals laten zien wat Emma aan het maken is. Kijk! Wat heb je gemaakt? Meneer! Een meneer? Nou kijk, ik zie het. Hij heeft een mond en 2 ogen. Is het een rendier soms? Nee, andere rendier. Oh, oké. Mooi hoor. Weet je ook, je zal het opnemen. Met de oude in de pak. Oké. Kijk, dit is de kast die ik even wil opruimen. Wat een puinhoop. Echt vreselijk. Dus ik ga even kijken of ik er wat moois van kan maken. Het eerste plankje is leeg, dat staat allemaal hier. En dit kwam eruit, dus ik ga even kijken wat kan er weg, wat kan er niet weg. Let's go. Tadaa! Nu ga ik hetzelfde doen met deze 2 planken. Nou, dat ziet er toch prachtig uit. Hij zit altijd wel vol, maar het is nu overzichtelijk. Dus dat is fijn. En deze laadjes zitten wat kleurspullen voor Emma en zo. Die hoef ik niet per se op te ruimen. Hallo. Hey Emmy, wat heb je aan? Heb je er een vlechtje in? Een staartje met belletjes. Toch? En heb je een mooie blouse. Ja, mooi hè? We lijken op elkaar, toch? Zijn we aan het winnen? Een mooie blouse. Ja, ook. Ja, en jij ook. Zie je niet, hè? Zullen we lekker lunchen? Ja. Ja? Wat wil je drinken, Emmy, bij de lunch? Ja, drinken. Allemaal lekkere dingetjes. Emma, wat wil jij op jouw kerstontbijt? Lunch, broodje. Pindakaas. Oeh, weet je wat we hebben, Emma? Pindakaas. Weet je wat dat is? Pindakaas. Ja, wil je dat? Ja. Vind je Dan doen we dat. Oh, Emma. Speciaal voor jou had ik geitenkaas gekocht. Dat lust jij zo graag, hè? Ja. Ja, ook zo erbij. Oké, dit is de vraag der vragen. Hoe eet jij je spijsbrood? Of kerststol, paasstol, hoe je het ook noemt. Eet jij hem zoals ik? Ik doe de spijs, smeer ik over het broodje heen. Smeer jij boter over het hele plak heen, dus dan haal je de spijs er niet uit. Of smeer je het spijs uit en smeer je daar boter over. Of heb je nog een andere manier? Misschien eet je het wel helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Ik ben wel heel benieuwd. Ik vind dit echt het allerlekkerst. Oh. Ik ben sowieso dol op spijsbrood, dus die komt wel op. Hallo, inmiddels is het tweede kerstdagavond. We hebben een rustig dagje gehad. Ik heb nog een video opgenomen en dutje gedaan op de bank. En nu is het 5 uur. Ga ik vast voorbereidingen treffen voor het gourmetten. Dus wat vlees op schalen leggen, groenten snijden, zulke soort dingetjes. Ik heb van deze schalen een keer in een kringloop gekocht met van die vakken erin. Kan je dat zien? Dat vind ik altijd leuk voor gourmetten. Gourmetten, gourmetten. Wat we hebben. Champignons vindt Emma lekker. Paprika vind ik ook altijd lekker. Courgette is ook altijd goed. Dan hebben we wat vlees voor Daniël en Emma. Vega voor mij, misschien wil Emma dat ook. En vis voor ons allemaal. Ik heb ook een salade, dacht ik. En nog stokbroodje en van die aardappeltoefjes. Dus ja, dat wordt smullen. Ik heb goede hulp. Hier mogen de champignonnetjes in als ze zijn gesneden. Oké? Okay? Kijk. Nee, snijden eerst. Nee? Ik heb snijden. Zo snel bier. Lekker zijn, mama. Ik heb allemaal in de bak gedaan. Kijk, dat zo. Is dat zo? En natuurlijk ook mix voor, je weet wel. Ik heb gewoon zo'n schutding gekocht. Maar wel volgens mij meer granenpannenkoeken. Oh, dan zeg ik alsnog het woord. Wat doe je? Melk erin. Ik zie het niet, oh jawel. Zo, ik ga mama heel goed schudden, schudden, schudden. Kan ik dat? Denk je? Ja. Oh. Schudden, schudden, schudden. Jij ook. Jij mag zo. Eerst mama even. Misschien moet papa zelfs ook nog wel met zijn spierballen. Ja, nu mag jij. Wauw. Hè? Oh. Boink. 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 En nu papa. Nu papa? Kijk. Schudden. Goed zo. Oh, dat wordt een lekker sapje. En nu papa? Kijk allemaal. Denk ik toch? Maak jij nog wat leuks van de vlog, Emmy? Ik heb weer maar alles is de... Helaas, daar ben je nog steeds. Laatste balen. Nou, de tafel staat helemaal klaar. Ja. Gezellig. Nee. Ellie, waar ben je? We gaan lekker eten. Zullen we hem opvouwen? Heerlijk gegourmet en genoten. Wij gaan straks de streamers kijken. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt gekeken. Wij vonden het de vorige keer, we hebben het 2 keer gezien. Vonden wij het heel erg leuk. Daar heb ik wel zin in. Volgende week is er even geen vlog. Sorry. Nee, niet sorry. Ik dacht, ik ga ook af en toe even pauzes inlassen. Zodat ik ook echt weer even kan opladen. Want een heel jaar lang door alleen maar... Ja, dit is toch werken, is gewoon best wel vermoeiend. Dus ik ga een weekje vrij nemen van het vloggen. Moet ik natuurlijk wel editen, maar heb ik het in ieder geval iets rustiger. En dan kan ik ook gewoon de tijd nemen om even na te denken, wat wil ik heel graag komend jaar even bezinnen. Dus in de volgende vlog, die niet volgende week is, maar de week daarna, ga ik je even een update geven over wat ik van plan ben komend jaar. Maar er staan heel veel vlogs online van december die niet allemaal goed, zijn wel goed bekeken, maar niet zoals normaal. Dus misschien heb je daar eentje van gemist door vlogmas, door alle overload aan video's. Dan zou ik zeggen, check even de afspeellijst vlogs 2021. Dan kan je die allemaal kijken die je nog niet hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog en abonneer. Dan blijf je gewoon op de hoogte van wanneer video's online komen. En dan zie ik je niet volgende week, maar die week daarna. En voor mij in 2020. Doeg!